Schop, SGP. Voorzitter, gisteren is in het commissiedebat het een en ander duidelijk geworden. De minister heeft zich verantwoord. En daar hebben we uitvoerig over doorgesproken. Maar wat ook duidelijk geworden is, is dat de rol van D66 op bepaalde momenten buitengewoon bedenkelijk geweest moet zijn via achterkamertjes, politiek enzovoorts. Ik wijs alleen al op het feit waar een van de collega's de vingers bij legde. 19 december komt er een brief. En die is gewoon rechtstreeks. Daar is D66, de heer De Groot is daarvan op de hoogte. Als je de handelingen terugleest, dan merk je dat hij die brief gezien heeft enzovoorts. Mijn vraag is, is D66 bereid? Hij is dat, natuurlijk is dat D66 niet verplicht, maar is D66 bereid om opening te geven van zaken van de relaties en de activiteiten die D66 op dit dossier heeft ondernomen in dit hele proces? Meneer De Groot. Nou, voorzitter, dit is toch echt... Het is dat het SGP is. Ik moet even goed nadenken, wat gebeurt hier? Hier is gewoon een parlementariër van D66 die zijn werk doet, die informatie krijgt uit een betrouwbare bron, dat er een brief onderweg is. Ik had die brief niet gezien, heb ik gisteren ook gezegd. En ik bevraag de minister daarop in alle openheid. De minister geeft antwoord. Het antwoord blijkt niet te kloppen. Ik stuur de minister op de eerste werkdag na het reces, want ik denk dat de correctie zal wel gekomen zijn, stuur ik een sms'je van hoe staat het daarmee. En dat heb ik gisteren ook in het debat aangegeven. Dus ja, opener kan ik mijn controlerende taak niet uitoefenen. Maar het is wel een beetje vreemd, voorzitter, dat de SGP het vreemd vindt als parlementariërs hier gewoon hun werk doen. Met de informatie die ze krijgen en die ook toetsen bij de minister, want die moet het allemaal weten. Heer Bisschop. Voorzitter, dit is natuurlijk het verhaal dat collega De Groot gisteren ook in de commissie te berde bracht. Natuurlijk, dat is herkenbaar, dat kan iedereen zien. Maar... het is een beetje, het staat collega De Groot vrij om van ons te verlangen dat wij het niet verder analyseren. Maar als je dit hele proces verder analyseert, dan is het heel duidelijk, overduidelijk, dat er van de zijde van D66 meer gedaan is. En wat de heer De Groot benoemt en erkent, wil ik niet in twijfel trekken. Alleen mijn vraag is de heer De Groot bereid om in dit hele proces, de rol van D66 in dit hele proces, wat uitvoeriger toe te lichten, wat completer. En daar maak ik uit dit antwoord op dat de heer De Groot daartoe niet bereid is. Want uit bekende gegevens daar halen heeft niet zoveel zin. De heer De Groot. Ja, voorzitter, ik stel net zoals alle Kamerleden stel ik vragen op basis van de informatie. Dat is ook ons werk. Dus misschien moet u dat ook eens doen. U gaat naar buiten. U spreekt met mensen, u hoort dingen, u toetst dat bij de minister. Zo simpel is het. En dan heeft de minister te antwoorden wat hij daarop antwoordt. En alle suggesties die verder gaan, ik vind het echt werkelijk absurd, voorzitter. Tot slot, de heer Bisschop, afrondend. Ja, ik heb er niet zoveel aan toe te voegen, behalve dan als de heer De Groot, notabene, de partij die waarschijnlijk na BBB het meeste buiten dit Kamergebouw zit, op werkbezoek zit, dan de SGP aan te manen om wat naar buiten te gaan en informatie op te halen. Het staat de hele grote vrij, maar dat betekent ook wel dat er geen zicht is op die zaken. Maar ik concludeer, de heer De Groot is daartoe niet bereid. Staat hem vrij, maar dan is dat ook maar helder. Ja, voorzitter, dat is uw conclusie, maar ik concludeer dat u dan zelf uw werk niet gedaan heeft. Want u had op basis van mijn vraag ook kunnen denken, hey, ik ga daar nog eens even op doorvragen. Ik ga schriftelijke vragen stellen, maar heeft u niet gedaan. Graag via de voorzitter, meneer De Groot. Mevrouw van der Plassen, BBB.